iedereen, mijn naam is Kendrix en welkom bij de show. Vandaag heb ik voor jullie een unboxing van de C922 Pro Streaming Webcam van Logitech. De C922 Logitech Streaming Webcam. Ik heb hiervoor gekozen omdat dit is een van de betere streaming webcams, een van de betere webcams eigenlijk. Ik ben niet echt van plan om te streamen. Dus eerder voor mijn let's play video's en een beetje gameplay video's. Dus het is altijd fijn om een facecam erbij te hebben. Ook voor jullie dus. Ik denk dat dit de kwaliteit van mijn video's ook omhoog gaat halen. Vandaar dat ik deze gekocht heb. Ik ga deze voor jullie unboxen. En in de volgende video's ga ik die wel eens een review geven. Ik ga eerst een paar dagen, een paar weken testen. Dus laten we de unboxing beginnen. Zoals jullie zien, de webcam. Altijd het fijnste van een unboxing, de plasticjes eraf trekken. Dus, zoals je hier kan zien, een gemakkelijke clip voor aan uw schermen vast te maken. Heel simpel in gebruik. De webcam die u heeft gezien was in mijn vorige video was een lagere versie van deze. Die heb ik geleend van MP Video. Voilà. Wat zit er nog meer in de doos? Eens kijken. Oh. Dus we krijgen ook een kleine tripod meegeleverd. Altijd fijn, gemakkelijk voor op je desk te zetten. Ik zal deze even proberen monteren. Heel makkelijk in gebruik, zoals jullie zien. Ik denk dat dit ook gewoon plug and play is. Dus voilà, de webcam. Zit er nog iets in de doos? Ik denk van niet. De handleidingen. Die gaan we natuurlijk niet echt lezen. Ik denk dat dit gewoon plug and play is, zoals ik al zei. Voor de rest, de doos is leeg. Zelfs zijn we klaar mee. Dit is de webcam, ziet er goed uit. Goede bouwkwaliteit ook, mooi materiaal. Het tripodje is ook van een degelijk materiaal, niet dat dat een beetje zo'n nest is of zo dat je meekrijgt. Het is echt wel een degelijk materiaal. Dus laten we hopen dat dit de kwaliteit van mijn video's omhoog gaat halen. Dat jullie ervan kunnen meegenieten met de facecam en de let's plays en de gameplay video's. Ik heb ook al een spelletje in gedachten. Maar dat zien jullie in mijn volgende video. Deze camera ga ik zeker gebruiken. Zien jullie de volgende keer terug. Vergeet als jullie dit leuk vonden. Geen blauw duimpje omhoog te doen en te subscriben op mijn kanaal. Zie jullie volgende keer.